Welkom allemaal, welkom en een Shabbat Shalom. Voor jullie thuis, ook fijn dat jullie er weer zijn, dat jullie weer meekijken. En hier in de zaal, ik vind het fijn om, het is eigenlijk een voorrecht dat we hier vanmorgen weer mogen zijn. Voorrecht dat we weer de Sabbat mogen vieren, ik vind het geweldig. Er zijn drie afmeldingen vanmorgen, die wil ik van tevoren even noemen. Dat is Nel Heemskerk, die heeft weer nierbekontsteking. Jochenam, die kon er niet zijn, die meldde zich af. En ook Imet kon er niet zijn vanmorgen. Dus wil jullie hun gedenken in uw gebeden. Voordat we beginnen wil ik jullie een tekst laten lezen. En ik wil dat graag dat jullie die even heel goed in je opneemt. Ja, lees maar voor. Ja, want ik mis een stuk. Jeremia 9, vers 23 en vers 24. Ik vind het heel mooi. Ik kreeg van de week op de mail binnen. Ik vind het prachtig. Het raakte mij. Zo zegt de Heere. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. En laat een held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Ik denk, laten we daarmee beginnen. Even wie we zijn door Yeshua en wat de Heer voor ons betekent. En niet eigen kracht, niet eigen dingen, alleen de Heere. Nogmaals welkom. Vanmorgen spreekt Jack van der Tang, dat is de kinderdienst. En ik wil nu Roelof vragen om de shofar te blazen. En die wil ik graag openen met gebed. En als u kunt, laten we onze handen uitstrekken naar de Heer en hem loven en prijzen. Gezegend bent u, almachtige God, schepper van de hemel en aarde. God van Abraham, Isaac en Jacob, is zelfs God. En onze God door Yeshua HaMashiach. Vader, Zoon en Heilige Geest, wat is een voorrecht dat we hier vanmorgen de Sabbat mogen vieren. Wat is een voorrecht dat we hier vanmorgen in uw aanwezigheid mogen zijn. Heer, we leggen alles wat deze dienst betreft, leggen we in uw handen. Heer, het zingen, het spreken, het samen stilstaan bij het avondmaal, bij het offer van uw Zoon Yeshua. We danken u ervoor dat we dit in alle vrijheid mogen vieren. Heer, en u bent er gezegend voor. Dank u wel, Vader. Halleluja. Amen. Amen. Dan gaan we nu het Shabbat Shalom zingen en het Shema.
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua Uha Mashiach Uado Hakol. Hoor Israël, de Eeuwige is onze God. De Eeuwige is één. De Eeuwige je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met al je kracht. Deze woorden die ik je heden opdraag, zullen in je hart zijn. Ik ben de Eeuwige je God die je voerde uit het slavenhuis van Egypte. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je maakt je geen gesneden beeld om je ervoor te buigen. Je zult de naam van de Eeuwige je God niet misbruiken. Je viert de Sabbatdag. Je eert je vader en je moeder. Je moordt niet. Je pleegt geen overspel. Je steelt niet. Je geeft geen vals getuigenis tegen je naaste. Je begeert niets van een ander. Deze woorden die ik je heden opdraag, zullen in je hart zijn. Je prent deze woorden je kinderen in en je spreekt erover. Wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand. Ze zijn tot een teken tussen je ogen en je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten. U mag wel blijven staan wat mij betreft hoor. We gaan een lied zingen, een Hebreeuws lied, Venisa Hamashiach. Venisa Hamashiach.
Nu mag u gaan zitten. We gaan nu, ik heb al gezegd, het is een kinderdienst. En ik wil vragen of alle kinderen die naar de kinderdienst gaan, hier op het podium willen komen staan. En ook de leiding graag. Joke en Loes. Het podium is bijna vol. Het zijn kinderen die niet in beeld willen, daarom komen ze niet op het podium. Prima, oké. Okay. Het zijn dus kinderen die niet in beeld willen en daarom komen ze niet op het podium. Dat is ook prima. Oh, prima. We willen hen zegenen. We willen bidden voor de kinderen. Onze jeugd heeft de toekomst, zeggen ze. En het is heel belangrijk wat daar gebeurt. Marco zei het vorige keer al. Die kinderen kun je eigenlijk alles nog kwijt. En ook voor Joke en voor Loes. Dat ze de juiste woorden zullen vinden om dingen te zeggen. Dat ze de juiste toon zullen treffen. Het verhaal gaat vandaag over Esther en over Mordechai en Haman. Het is komende week is het Purimfeest. Dus dat, ik denk dat het wel een feestje zal worden daar. Ja, echt wel. Ja. Zullen we gaan staan nogmaals? En dan mag ik de handen uitstrekken om al onze kinderen te zegenen. Vader in de hemel, zo komen we met de kinderen voor uw troon. Ook de kinderen, Heer, die hier niet staan, die in de zaal zitten. Heer, daar willen we ook voor bidden. En we willen hen aan u opdragen, Heer. Wilt u hen aanraken door uw Heilige Geest? Heer, u kunt met kinderen omgaan, Heer. Dat kunnen wij niet altijd. Maar u wel, u kunt hun harten bereiken. En ik wil u ook zo bidden, Heer, dat het verhaal wat Loes en wat Joke zullen brengen vanmorgen met de kinderen, dat het hen zal raken. En dat het hen zal opbouwen in hun geloof. En sterk zal maken. Dat ze gelovige, sterke gelovige kinderen zullen worden. Vader in de hemel, zo willen we hen aan u opdragen. En we zegenen zo. En we spreken zo de naam van Yeshua HaMashiach over hen uit. Zodat ze veilig zijn. Dat ze beschermd zijn. En dat ze in uw kracht mogen staan. Dank u wel, Vader. Amen. Amen. En jullie een hele goede dienst. En alle kinderen een hele fijne dienst. We gaan nu 4 liederen zingen voor de Jack gaat spreken. Dat zijn hele rustige liederen. En ik zing heel vaak, zing ik in tongen mee. Dat vind ik heel prettig. En dit is echt van die liederen, kun je heel mooi voor jezelf in tongen mee zingen. Dus probeer dat gewoon. Gewoon in tongen mee zingen. Je zult merken, dan gebeurt er iets, bij mij gebeurt er op een manier, dan word ik geraakt daardoor en dan komt het wat intensiever allemaal. Dus we gaan die liederen zingen. En als je kunt, zing mee in tongen. Thank you.
verzadigt mij met uw liefde, Heer. U vervult mij met uw geest. Wat een rijkdom om van u te zijn. O Heer, mijn God, wat bent u groot. U verzadigt.
Sabbat Shalom. Speciaal ook voor de mensen die kijken. Ik ben elke keer weer verbaasd over hoeveel buitenlandse kijkers wij hebben. En naderhand terugkijken. Het is gevaar altijd om te gaan tellen, maar het is wel heel bijzonder. En ik heb vanmorgen echt een internationale boodschap. Dus ik wil eens bidden. Vader, ik wil u zo bidden, Heer, voor de boodschap die ik ga brengen. Waarvan ik geloof dat het uw hart is. Wilt u mij de wijsheid geven, Heer, om de juiste woorden te gebruiken? Wilt u met uw Heilige Geest het woord bevestigen? Heer, wilt u ons wakker schudden vanmorgen? Heer, we leven in de tijd en we zijn met zoveel dingen bezig. Maar wilt u ons vanmorgen, Heer, ook laten zien wat op uw hart is? En wat bij u uw prioriteiten zijn? Heer, wilt u ons daarin ook corrigeren? In Yeshua's naam. Amen. Had je al wat genomen, Henk, van het water of niet? Helemaal schoon? Ik zie dat het staat niet helemaal vol, dus vandaar. Fijn dat je durft. Ik durf het. Ja hoor, Henk, ik vertrouw je helemaal. Dus, het is een bijzondere tijd. Purim komt eraan, maandag. Zondagavond begint het. En ik realiseerde mij dat mijn boodschap, en dat deed ik eigenlijk pas vanmorgen, helemaal aan lijn is ook in zekere zin met Purim. Ik wil eerst met jullie gaan lezen uit 1 Samuel 2, vers 22 tot en met 25. Ik doe niet de parasha, maar mijn boodschap lijkt wel heel erg veel ook op het gedeelte uit de lezing uit 1 Samuel 14. 1 Samuel 2, vers 22. Ik doe het uit de herziene Statenvertaling. Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. Even voor alle duidelijkheid, misschien zijn er mensen die niet weten wie Eli is. Eli is dus de hoge priester in Silo waar de ark stond. En daar eigenlijk de richter was en Samuel was in zijn huis geplaatst. Hij zei tegen hen, dat is dus zijn zonen, waarom doen jullie zulke dingen? Zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit hele volk. Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. En ik denk dat dat ook iets is dat we moeten ons realiseren dat als er in de top, als er in het geestelijk leiderschap openbare zonden zijn of zonden zijn, dan heeft dat zijn gevolg uitwerkingen naar beneden, naar het hele land. En dat geldt ook in de politiek. Als er corruptie is in het hoogste, dan werkt dat door in de hele maatschappij. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. En als je dan door zou lezen in vers 27, dat er een man Gods kwam naar Eli en dan eindelijk zegt, er gaat nu echt een oordeel komen. En in vers 31 lees ik even, die heb ik niet opgegeven, maar zie de dagen komen dat ik, en dat wordt door de profeet uitgesproken tegen Eli, uw arm zal afhakken en de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. U zult de nood van Gods woning aanzien in plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zou hebben. En er zal geen oude man in uw huis zijn, alle dagen. Er is een tijd in Israël aangebroken waarin er veel goddeloosheid is, waarin het duister is, waar iedereen maar doet wat hij wil. En waarin je ziet het geestelijk leiderschap is een corrupt leiderschap. En nu ga ik met jullie vanuit dat oogpunt en met die wetenschap naar 1 Samuel 4. Ik ga niet alle lezen, want daarvoor heb je het hoofdstuk over Samuel. En wat ik altijd heel bijzonder vind in 1 Samuel 3, ga ik toch weer wat zeggen wat ik niet wilde, maar toen kwam de Heere in vers 10 en bleef daar staan. U kent allemaal dat gedeelte. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreekt, want uw dienaar luistert. Hineni. Je leest dan soms zo overheen, maar dan staat er, en de Heere liep daar en hij bleef daar staan. En dan denk ik, hé, hoe moet je dat dan zien? Ik vind dat zo bijzonder, dus dat de Heere daar niet alleen een stem is uit de hemel, maar daar fysiek als het ware aanwezig is. We gaan naar 1 Samuel 4 en ik lees het hele hoofdstuk. Dus een heel lang hoofdstuk, maar denk dat het goed is, omdat het belangrijk is dat we de zaken lezen zoals ze er staan. Dus ik denk dat Jackie wel met mij meegaat. Ik lees het vanuit
Ik heb al gezegd tegen je, je moet werken vanmorgen jij. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filipijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit de Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen. En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo. En men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten, die tussen de Gerob stroomt. Trouwens wel erg leuk. Ik moet dan weer denken aan de spreekbeurt van Gerrit Jan, die daar zo over had, over de Gerubs. Ik kijk nu altijd naar de ark op een andere manier naar jou spreken. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas waren daar, met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen. Anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen. En Israël werd verslagen en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot en er viel van Israël 30.000 man voetvolk. Wat een aantal, hè. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie. En deze kwam diezelfde dag nog in Silo. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en zei: wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. En nu krijgen we zo'n bizar verhaal ook weer. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Eli: ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. En ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde, toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Ichabod en zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei: de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Ik wil
dit is de lezing die ik voor vandaag doe. En dan wil ik eigenlijk met jullie naar vers 3 gaan. En daar staat, en nog een keer lezen, toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Als je in dit stukje leest, dan zie je eigenlijk dat Israël is gaan vechten met de Filistijnen. Maar je leest nergens, maar dan ook nergens, dat ze eerst God hadden geraadpleegd en God hadden gevraagd, moeten we gaan vechten, ja of nee? Want dat is zo cruciaal in de tekstgedeeltes en in de Bijbel die we elke keer lezen, zeker in Samuel, later in Richteren. Het is zo belangrijk. En dan hebben ze dus ineens 4000 doden en dan komen ze terug. En in plaats van dat ze zich bekeren, in plaats van dat ze zien, we zijn fout geweest, nee, hebben ze die vraag helemaal niet. Geen bekering, niks. En dan vragen ze zichzelf af, wat zullen we doen? En wat gebeurt er dan? En dan zeggen zij, laten we dus de ark gaan halen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Ook dat wordt helemaal niet overlegd met God. Ook dat wordt helemaal niet gevraagd. Moeten we dat doen? Ze stellen hun vertrouwen nu niet op God, maar op de ark. Maar de ark is op dat kader eigenlijk een religieus symbool. En wat doe je als je je vertrouwen stelt op religieuze symbolen? Dan is dat een afgod. Nou zeg ik niet dat dat is van de ark, maar in dit geval hebben zij de ark gezien als een soort afgod. Het lijkt goed, maar het is het niet. Het is geen gebed wat de oplossing geeft, maar het is het zoeken naar een menselijke oplossing. En als je dan leest ook weer later dat ze dan daar de ark gaan halen en dan komen die twee goddeloze priesters, die geestelijk verblind zijn, die geestelijk totaal verkeerd leven, die gaan dan mee. En je vraagt je dan af, hoe zouden die twee zonen gedacht hebben van nou, we gaan winnen en dan hebben we nog meer eer en nog meer macht en nog meer autoriteit. In dit gedeelte lees je dat Israël totaal niet op God rekent, maar op de ark. En ze vertrouwden in een corrupt geestelijk leiderschap. Israël had totaal geen idee wie de ware leider was. Ze schreeuwden en gingen prat op de overwinning. Dat dachten ze. Als je stil staat dat de aarde dreunde. Denk ik, nou, wat moet dat wel niet voorstellen? Dat dreunen van de aarde. En wat is het gevolg? 30.000 doden. En de ark is weggegaan. De ark werd gestolen. De zonen zijn gedood. En Gods aanwezigheid heeft de ark verlaten. Maar wat ook zo bijzonder is, we spreken hier over Silo. Maar wisten jullie dat de ark nooit meer teruggekomen is naar Silo? Dat de ark is verdwenen uit Silo. He, we gaan, als je naar Israël gaat, dan bezoeken we vaak als het even kan Silo. Maar de ark is nooit meer teruggekomen. En later zie je eigenlijk in de Bijbel dat datzelfde in principe nog steeds gebeurde. Als we gaan naar Jeremia 7. En dan lezen we eerst vers 4. Daarin zegt Jeremia ook weer tegen het volk Israël en waarschuwt ze, stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is het. Ook daarin hebben ze weer, zij stellen hun vertrouwen op een tempel in plaats van op de Heere God. En dan gaan we vers 12 lezen. Want ga toch naar mijn plaats die in Silo was, daar waar ik vroeger mijn naam heb laten wonen. En zie wat ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van mijn volk Israël. Wel nu, en ook Israël wordt hier weer in Jeremia en door Jeremia gewaarschuwd, omdat u al deze daden doet, spreekt de Heere. En ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en ik u geroepen hebt, maar u niet geantwoord hebt, zal ik met dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats die ik in uw vaderen aan die ik u en uw vader gegeven heb, doen zoals ik met Silo heb gedaan. En 20 jaar later is de tempel vernietigd. Vanuit Babylon wordt de tempel vernietigd. En ook in die tijd geestelijk corrupt leiderschap. En ik moest denken aan onze tijd. Ik moest denken aan het artikeltje wat ik ook gedeeld heb. Over de Raad van Kerken die afgelopen tijdperiode naar Israël geweest zijn.
Ik lees het even voor, omdat het belangrijk is en niet iedereen dat weet. De ambassade van Israël in Nederland is geschokt en teleurgesteld door de bagatellisering van de verschrikkingen van de Holocaust door een afvaardiging van de Raad van Kerken. In de verslag naar aanleiding van de bezoek aan Yad Vashem maakt een delegatie van de Raad van Kerken bestaande uit 5 personen, en ik ga de namen niet noemen, die eer wil ik ze niet geven. De delegatie schrijft dat wat men zag in Yad Vashem associaties oproept met de situatie van de Palestijnen. Ook al schrijft de delegatie van de Raad van Kerken eerder in eenzelfde rapport dat het kwaad en het leed van de Holocaust onvergelijkbaar is. Het bagatelliseren van de Holocaust is onaanvaardbaar, zegt dan de ambassadeur. Het gebruik van een semantische truc verandert daar niets aan. Opvallend is dat een delegatie uit Nederland, het land in West-Europa waar procentueel de meeste Joden zijn vermoord, zoiets verwerpelijks durft te publiceren. Recente onderzoeksrapporten kwamen tot de zorgwekkende conclusie dat een aanzienlijk deel van Nederland geen goede kennis heeft van de Shoah. Deze verontrustende bevinding wordt geïllustreerd door de bagatellisering van de Holocaust door de delegatie van de Raad van Kerken. Wij vragen de Raad van Kerken, zijn lidkerken en zijn geassocieerde leden om uitdrukkelijk afstand te nemen van dit verslag. Het bagatelliseren van de Holocaust en antisemitisme in al zijn vormen. En ik vond het opmerkelijk dat dit zo in mijn spreekbeurt naar voren kwam. En ik moest toen denken aan wat Esther heeft gedeeld en wat jij hebt gedeeld, Gerrit-Jan, afgelopen week, over de rol van de kerk en ons vertrouwen in de kerk. Maar in het bidden wat ik deed en zocht, ook over dit artikel, dacht ik ook bij mezelf. Wij kunnen ons vertrouwen stellen op symbolen, op dingen, in plaats van op God. En zo kunnen wij eigenlijk ook Shamar tot een soort iets heiligs maken en ons vertrouwen in Shamar stellen. Dat kan onbewust groeien, maar ons vertrouwen moet en altijd zijn in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En nergens anders in. Als we dan lezen in Psalm 78, vers 56 tot 62. Maar zij stelden God, de Allerhoogste, op de proef en tergden hem en namen zijn getuigenissen niet in acht. Zij werden afkerig en handelden trouweloos. Zoals hun vaders, zij keerden zich om als een bedriegelijke boog. Zij verwekten hem tot toorn door een offerhoogte, verwekten hem tot naijver, jaloezie, door een afgodsbeelden. God hoorde het en werd verbolgen. Hij verachtte Israël zeer. Daarom verliet hij de tabernakel te Silo, de tent waarin hij woonde, onder de mensen. Hij gaf zijn macht over in gevangenschap, zijn luister in de hand van de tegenstander. Hij leverde zijn volk over aan het zwaard en werd verbolgen op zijn eigendom. Waar ik vanmorgen eigenlijk over wil spreken met jullie is over Gods strategie. Ik denk dat dat wezenlijk van belang is over Pillar of Fire, over Shamar, over de toekomst. Wat wil God? Wat openbaart God ons? Ik wist het niet te vinden, Marco hielp me vanmorgen even, maar Spreuken 29 zegt: als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor ons als beweging, als gemeente, als Pillar of Fire. En ik moest nadenken en terugdenken aan 1998. Toen ik op mijn knieën in mijn huiskamer zat en bad heel simpel voor een kerk om te huren voor de eerste Israëlavonden. Gewoon een heel simpel gebed. Heer, ik wil de Cypruskerk huren. Wat vindt u daarvan? Een vraag waarvan je niet verwacht een antwoord. Maar toen hoorde ik de ridderzaal. En ik zei, nee, ik bedoel de Cypruskerk. En opnieuw hoorde ik de ridderzaal. 2 keer. Het was de eerste keer van mijn leven dat ik zoiets meemaakte. Ik had dat nog nooit meegemaakt. En ik heb toen een hele lastige tijd gehad. Je gaat je vragen stellen. Ik had wat mensen om me heen gehad en daar hoorde ik al van, ja, die zijn godsdienstwaanzinnig, die horen dan de stem van God en zo. Dus ik ging denken, ben ik ook godsdienstwaanzinnig aan het worden of zoiets? Maar ik heb daar wel heel erg van geleerd. En Kees heeft wat verteld over Pillar of Fire aan de ambassadeur. Een ding wat niet gezegd werd, maar eigenlijk het meest belangrijke is, en dat heeft ook weer te maken tegen wie zeg je het, hoe of wat. Maar ik denk dat alles wat in mijn leven gebeurd is, is geboren in gebed. Ik heb nog nooit iets gedaan wat ik zo nu weet. Misschien dat er ineens iets is dat iemand zegt, dat ik zeg, oh, misschien dat wel. Maar
Wat ik weet van alle belangrijke beslissingen, heb ik altijd de Heer gezocht. Heb ik altijd gezocht, Heer, wat is uw wil, wat is uw openbaring, wat is uw weg? Omdat ik geloof dat je leert in 1 Samuel, als je dat niet doet, heb je een probleem. Heb je een probleem over dat wat gaat gebeuren. Het is belangrijk dat je ook op het juiste moment aanvalt. Ook dat is iets wat je terugziet in bijvoorbeeld in Samuel, ook met koning David, dat er gebeden werd, moeten wij aanvallen. En dat dat pas mocht op het moment dat God akkoord gaf. Het is belangrijk dat je zijn openbaring hebt. Ik heb geleerd in mijn leven dat het zo belangrijk is, een datum. Als je iets organiseert, iets belangrijks, iets cruciaals, dan moet je echt de datum van God horen. En dat is niet makkelijk. Ik weet nog goed dat wij visie hadden om in juni 2017 het Vredespaleis, daar een conferentie te organiseren. We hebben hier, in dit gebouw, hebben wij in 2015, 16 en 17 gebedsconferenties gehad. Gebedsconferenties omdat we wisten dat de datum belangrijk was, maar dat we alleen in het Vredespaleis, een paleis wat gebouwd is door de vrijmetselaars, daar alleen in zouden komen als God de deur ging openen. En dat was niet, en er zijn hier een heel aantal mensen die daar deel van hebben uitgemaakt. Het was ongelooflijk wat er was gebeurd. En daarna, het verhaal, en Gerrit-Jan heeft er ook vaak over gesproken, we hebben daar toen heel veel meegemaakt. Er zijn allerlei zaken gebeurd, geestelijke doorbraken. En we hadden daar een statement uitgekregen over de rechten van Israël in internationaal recht. En toen moesten we verder. En toen kwam de kritiek op mij. We moeten nu wat doen. We hebben nu dat statement, nu moeten we erop uit. En ik weet nog goed dat ik daar in zekere zin gevoelig voor was. Ik snapte het. Ik vond er logica in, maar ik ervoer geen vrede. Ik wist, alleen op Gods tijd moeten we dat doen. En dat was heel lastig. Want iedereen zat te popelen om wat te doen. En ik had zoiets, nee, we doen het niet. En ik weet dat in juni 2018 God sprak, dit is wat je volgend jaar moet organiseren. En toen kregen we 2019. En toen kwam ineens de Ridderzaal aan bod. En ook dat is door gebed gekomen. Wat een strijd. En we hebben daar bijzondere dingen gezien. We hebben bijzondere dingen meegemaakt. Maar ik heb geleerd dat het zo belangrijk is dat wij echt dat visioen, het woord van God krijgen, voordat je de juiste beslissingen neemt, voordat je pas dingen gaat doen. En dat is, we zijn met COVID, zijn we als gemeente, zijn we ongelooflijk gegroeid. We hadden nooit verwacht, ook met de livestream, dat we zouden worden tot wat we nu zijn. Maar ik besefte dat het heel lastig werd, hoe moeten we nu verder? En ik weet dat we bijzondere tijd hebben gehad. En dat ik echt aan het worstelen was, hoe moeten we nu verder? Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik heb geen zin in kerkje spelen. Of gemeentetje spelen, het is maar net hoe je het woord gebruikt. Om heerlijk elke sabbat samen te komen, en daar is niks verkeerd mee. En ik denk dat het belangrijk is. Maar om dingen in het automatische piloot te doen, dat ligt niet bij mij en dat wil ik niet. En ik besefte hoe belangrijk het is. Hoe gaan we verder als gemeente? Wat gaan we doen? Wat wil God dat we doen? Zoals dat staat, het visioen is zo belangrijk. Zelf ben ik geroepen voor Israël steun in woord en daad. Dat is mijn roeping. Staat ook in de notulen. En ik geloof dat mijn roeping ook te maken heeft met de wederkomst van Yeshua. De wederkomst om hem zo snel mogelijk als het ware. We hebben een rol daarin om hem op aarde te krijgen. Toen ik afgelopen jaar in Korea ben geweest met Gerrit-Jan en 2 keer in Brazilië. In Israël hebben wij de meest bijzondere dingen meegemaakt. Maar toen ik terugkwam, merkte ik dat ik geestelijk vreselijk moe was. Dat ik lichamelijk vreselijk moe was. En dat ik aan het worstelen was. Worstelen ook met de vraag, ik wil niet verder met een automatische piloot. Ik wil God zoeken. Er gebeurde heel veel in de politiek, in de oorlog, met de oorlog in de Oekraïne. Je bent daarmee bezig, je leest veel. Ik ben net als vele anderen hier. Ik zit op Telegram-kanalen, ik volg de dingen, ik lees de dingen. Ik hoor de andere kant van het verhaal. En daar was ik heel erg mee bezig. Maar de vraag bleef, hoe moet ik nu verder? En in die worsteling werd ik soms gefrustreerd door het aantal WhatsAppjes die ik binnenkreeg, de e-mails die ik binnenkreeg. En dan had ik een dag gewerkt en dan was er eigenlijk in mijn gevoel helemaal niks opgeruimd. En dat bleef me doorgaan. En ik heb toen op een gegeven moment ook gezegd, ook op de gebedsavonden, ik wil even een stap terug doen. Ik heb het behoefte om alleen te zijn in de tent van God. Ik wil God zoeken.
Ik heb zijn stem nodig. En het was doodstil. Ik heb echt, niet letterlijk, maar geestelijk vreselijk geworsteld. Ik heb nog nooit zoveel tijd op het strand doorgebracht als in de laatste weken, 2 maanden. Hoe moet ik verder? En ik weet nog goed dat ik een paar weken geleden 's nachts wakker werd. En dat ik hoorde, de vuurkolom gaat zich verplaatsen. En ik snapte niet en ik pakte niet, wat gaat dat betekenen in God voor mij? Weer later liep ik op het strand en kreeg de tekst uit Prediker 3. Ik heb hem uit vers, een tekst die voor mij heel belangrijk is. Wat is, was er reeds lang. En wat zijn zal, zou reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Ik moet u zeggen, ik raakte in paniek. Waarom? Omdat deze tekst voor mij, toen ik in het bedrijfsleven en bij mijn vader in de autobedrijf zat. En ik eruit ben gegaan en een paar maanden thuis aan het zoeken ben geweest. Heere God, hoe wilt u dat ik verder ga? En dat ik aan het vasten was en aan het bidden was. En toen kreeg ik deze tekst. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En ik ben weer terug in de autohandel gegaan. In mijn eentje. We hebben een vreselijke moeilijke tijd gehad, ook financieel. Maar voor ons, tussen Inge en mij, was dat een hele grote zegen. Hoe we naar elkaar, hoe dichter we bij elkaar gegroeid zijn, maar ook naar de Heere God toe. En toen ik dit kreeg, moest ik ineens aan dat verleden denken. En ik raakte in paniek. Heer, wilt u dat ik weer terug ga dan in de autohandel? Dat dacht ik echt. En ik raakte in paniek. En ik zei, ja, maar Heere God, ik wil echt niet meer terug. Ik ben zo blij dat ik eruit ben. Wat moet ik nou? Wat wilt u dat ik doen zal? U bent mijn werkgever en ik wil alleen maar voor u werken en voor niemand anders. Maar het bleef wel bij me. En dan kwam de spreekbeurt van vandaag dichterbij en dichterbij. Toen had ik afgelopen week onverwachts een interview op Revelation TV voor Simon Barrett. Inge en ik kennen hem, ook van Israël. Ik heb wel meer interviews gedaan. En hij vroeg of ik wilde spreken over de digitale paspoorten en over het gevaar van een digitaal paspoort. En ik mailde hem heel lief terug. Simon, ik ben vereerd door je vraag. Maar ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om daarop in te gaan. Ik weet daar te weinig vanaf en ik denk dat je iemand anders daarover moet vragen. Waarop ik een heel lief e-mailtje terugkreeg. En toch wil ik dat jij het doet. En toen ben ik gaan, ook afgelopen weekend heb ik daar veel over gelezen. Ik heb er veel over gesproken. Ik heb met Stephen Garkin erover gehad, over al dat soort dingen. En ik geloof dat het digitale tijdperk steeds gevaarlijker en gevaarlijker wordt, ook voor de toekomst. Nu nog niet, maar dat gaat wel komen. En toen dacht ik, moet ik soms gaan spreken en de mensen gaan waarschuwen over het gevaar van de digitalisering, over wat er nu vanuit Europa plaatsvindt. Want het is een gevaar. We hebben niet in de gaten wat onze leiders over onze ruggen of over onze hoofden allemaal aan het doen zijn. En ik bracht veel tijd op het strand door, zoals ik zei. En ineens liep ik dinsdagmorgen op het strand en hoorde ik, wie bidt er voor mijn volk Israël? En ineens zag ik wat er allemaal gebeurde in Israël en ik schrok. En toen kreeg ik Haggai 1 geconfronteerd over de tempel wordt herbouwd, wordt niet herbouwd, iedereen is met zichzelf bezig, maar zien jullie niet dat jullie daar niet op wijzer worden, dat het vreselijk is. Jack, wat doe jij met Israël? En ik realiseerde mij dat door alle zaken die er speelden, door alles waar ik mee bezig was, dat ik eigenlijk Israël heb versloft. En tuurlijk ben je ermee bezig en hebben wij op dinsdagavond een bidstond. Maar dat is niet de diepte en de ernst die we eigenlijk moeten hebben waarin de Heilige Geest ons aanraakt. En ik heb me moeten bekeren. Het klinkt heel raar, maar ik heb me bekeerd, Heere God. Ik heb uw volk laten gaan. Ik ben er wel mee bezig, maar niet op de manier zoals het moet. Ik sprak Lars Anderson. En ik deelde wat God me had laten zien, ook over het verlangen om een dag van gebed te gaan organiseren. Wereldwijd, over de situatie, en ik ga zo meteen ook wat laten zien aan een video. Over wat er gebeurt. En Lars die is aan het rondreizen al 2 maanden door de Noordische landen. 7 landen zijn dat, om het gebedswerk daar op te zetten. En Lars reageerde tot mijn verbazing. Jack, ook ik moet mij bekeren. Ik ben zo druk bezig met mijn bediening dat eigenlijk Israël op de 2e plaats is gekomen. En ook hij is geroepen. Ik sprak Kevin Jessup, de man naast Jonathan Kahn. Die ook zei, ook voor mij geldt het.
En ik vertelde mijn verlangen om internationaal een oproep te doen over de situatie in Israël die zo ernstig is dat wij niet beseffen hoe ernstig de situatie in Israël is. En toen was ik woensdag met Inge, zouden wij op bezoek gaan bij Marielle en Andrew op bezoek, kamerbezoek, om het babytje te laten te zien en wat leuks te geven en te bidden. Een leuk ventje trouwens, heel leuk ventje. En vlak daarvoor kreeg ik ineens een appje. Een appje van Andrew Tucker. En ik weet het is allemaal wel veel getuigenis, maar ik wil dat jullie beseffen hoe belangrijk dit is. Met Andrew Tucker is van Christenen voor Israël, maar heeft Zink opgericht. En Zink is eigenlijk gelanceerd toen wij de conferentie organiseerden in het Vredespaleis. En voor ons heeft hij het legale gedeelte gedaan. En toen wij bij het Vredespaleis waren in 2019, nadat we bij de Ridderzaal waren geweest, heb ik onverwachts, en velen waren gechoqueerd hoe ik dat deed, maar ik geloofde echt dat dat van de Heer was, heb ik hem gezegd, en nu krijg jij de taak, het is jouw roeping om in het legale gedeelte verder te gaan. Ik ben niet geroepen om in de activiteiten van wetgeving daarin te doen. God vraagt iets heel anders van mij. We hebben toen een moeilijke tijd gehad. En Andrew Tucker is verder gegaan. En Andrew, ik heb het vertaald, die appte mij. Woensdag, net voordat we in de auto stapten. Ik wil je ontmoeten en met je praten als ik terugkom op 11 maart. Hij zit nu in Amerika. Hij heeft me gisteren nog gebeld vanuit Santa Barbara. Ik realiseer me steeds meer dat we verwikkeld zijn in een geestelijke strijd. En dat we veel meer gebed en voormeden moeten doen in Den Haag. Gericht op de internationale instellingen. Jij hebt de weg gebaand. Wij moeten doorgaan met het belangrijke werk dat je gedurende vele jaren hebben gedaan, jullie. Ik heb hier te weinig aandacht aan besteed en bied daarvoor mijn excuses aan. En hij gaat op 29 en 30 maart hebben hun een conferentie hier in Den Haag over internationale wet. Omdat Den Haag cruciaal gaat worden in internationale wetgeving voor Israël. Waarin Israël wordt aangesproken op internationale wet en gigantisch grote consequenties kan hebben. En dan zegt hij, zouden wij half maart een gebedsbijeenkomst in Shamar kunnen organiseren om hiervoor te bidden en te bemiddelen dat de ketenen en boeien die de juridische instellingen in Den Haag binden worden verbroken en dat deze conferentie een krachtige uitwerking zou hebben in de hemelse gewesten en op aarde. Toen wij naar Rotterdam reden, luisterde op de heenweg en op de terugweg naar de prediking van Gerrit Jan. En op de terugweg zet ik Gerrit Jan uit. Ik heb al gezegd tegen hem, sorry, ik luisterde even niet meer naar je. Ik snap het. Ik snap het. En ik zeg, waar heb je het over? Ik snap het nu pas. God sprak toch. En hij zoekt op wat voorbij gegaan is. Dat heeft hiermee te maken. We moeten als beweging in Den Haag en veel groter, nationaal, internationaal, moeten wij terug naar de diepte van voorbeden. Want als wij het niet meer doen in Den Haag, heeft de duivel vrij spel en gebeurt er niks hier. Alles tegen Israël. En hij belde me gisteren op, ik heb hem geappt en hij belde me gisteren op vanuit Santa Barbara. En we hadden een heel, heel bijzonder gesprek. En ik zei, mag ik het voorlezen wat je hebt geappt? En zei, ja, ik kreeg toestemming, dus hij weet ervan. Weet u, de situatie in Israël is dramatisch. Is dramatisch. Het is nog nooit zo erg geweest in de afgelopen tientallen jaren. De president zegt, we staan op de rand van constitutionele en sociale ineenstorting. Toen hij zijn voorgestelde compromis over de gerechtelijke revisie presenteerde. Dit is een Google-vertaling, hè. Als de gerechtelijke hervorming die nu in de Knesset wordt besproken verder wordt gegaan en deze wordt uitgevoerd, zal dat waarschijnlijk de sociale solidariteit, het vertrouwen van het publiek in de regering en het bestuur ondermijnen, als zodanig de nationale veiligheid van Israël scheiden. Ik denk dat iedereen hier wel weet over het feit wat daar gebeurt en dat ze dus, de rechtse regering wil dus nu het gerechtshof gaan. Wie zit daar zo? Hier zo. Neem jij eens even water. Weet u, dat Hoge Rechtshof, wat ongelooflijk veel invloed heeft in Den Haag of in Israël, is een heel apart gerookte rechtshof waar wij niet zien, maar u en ik snappen wat daar aan de hand is.
De geestelijke impact is ongelooflijk hoog. Ik denk dat een heel aantal, maar niet iedereen zal het weten, dat het gebouwd is in de stijl van de vrijmetselarij. En dat vind ik zo apart dat het Hoge Rechtshof in Israël en het Hoogste Rechtshof hier allebei de link hebben met de vrijmetselarij. Ik heb iets heel interessants gevonden op internet, wat voor mij nieuw was. Maar over het gebouw. Ik wist dat er filmpjes waren, maar al die filmpjes zijn allemaal verdwenen van internet. Ik geloof niet in toeval, dat is bewust gedaan. En dan staat er in de vertaling die ik daarvan heb gemaakt, een persoon die deelneemt aan de rondleiding door het Hoge Rechtshof, beklimt een piramide die op het dak van het gerechtsgebouw uitsteekt. En er zit een gat in de punt van de piramide. Dat volgens deze uitleg het oog van de voorzienigheid voorstelt. De toerist beklimt 30 treden om de top van het gebouw te bereiken en klimt van een relatief donkere entreehal naar een goed verlichte bovenste verdieping met een prachtig uitzicht over Jeruzalem. En de man die dat schrijft, een journalist, zegt uit, dat kan worden gezien als overeenkomend met een beklimming naar verlichting in overeenstemming met de overtuiging van de vrijmetselaar. Het getal 30 vertegenwoordigt de eerste 30 niveaus die een vrijmetselaar in zijn leven kan bereiken, op een totaal van 33. De laatste drie niveaus, en dat wist ik dus niet, in dit gebouw dan, bevinden zich mogelijk in de bibliotheek. Die is verdeeld in drie verdiepingen. De eerste verdieping is voor advocaten, de tweede voor actieve rechters en de derde alleen voor gepensioneerde rechters. Vind je dat niet bijzonder? Hoe erg dat is en wat daar gebeurd is en hoe de linkse mensen in Israël strijden dat dit Hoge Rechtshof niet aangepakt mag worden en geen verandering mag hebben in het systeem, hoe het werkt. Ik wil jullie laten zien, ik kan uren aan filmmateriaal tonen wat ik in mijn bezit heb. Ook weer via Telegram met een kanaal waar ik op zit. Maar ik wil jullie laten zien een klein beetje over de situatie in Israël, zodat we beseffen hoe ernstig de situatie is in Israël en hoe belangrijk dit alles heeft met de wederkomst van Yeshua. Ik wil vragen of je de video aan wil zetten en het geluid aan wil staan, laten staan. Dan kan ik af en toe even wat zeggen. Mag het misschien even de verlichting uit? Dat is de plaats waar onze zoon gaat wonen. Deze kist lopen de ouders, het gezin. Dit is gebeurd dus door de kolonisten. Het is nog nooit eerder in Israël gebeurd. Zoveel boosheid. En ik laat het zien omdat je dan ziet dat we in een spiraal terechtgekomen zijn. Binnen 24 uur begraven en de familie was in Amerika. Dat lukte niet om daar op tijd bij te zijn.
een lone soldier. Iemand die vrijwel niemand kende in Israël. Moest kijken aan de opkomst. Lachen ook, hè? Anarchisten zijn het. Voor heel Israël. Hè? Voor heel Israël zijn er demonstraties over dat Hoge Rechtshof, maar ook tegen de rechtse regering die zo religieus is. De tekst die de Heer me gaf. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat Hij ons bevrijde. Dan staat er de Filistijn, die mag het licht weer aandoen, André. Ik geloof dat het belangrijk is, en ik heb veel reacties gehad, dat we op dinsdagavond de 21ste via Zoom en dan hier de hele dag de 22ste zullen bidden. Maar dat dat gaat gebeuren overal wereldwijd, dat mensen thuis, mensen in het buitenland. Lars Andersen doet mee, 7 landen. Kevin Jessup heeft een wereldwijd netwerk. Albert Vexler met de Jerusalem Prayer Breakfast wil het uitzenden naar ik weet niet hoeveel landen wil eraan meedoen. Het is ongelooflijk, maar iedereen ziet hoe belangrijk het is dat we voorbeden doen. Dit heeft alles te maken met de wederkomst, om Israël in paniek te brengen. 22 maart, gebedsdag. 29 mei is dan de conferentie van Think hier zo in Den Haag, ook de 30ste. Maar 30 maart gaan wij naar Brussel. We hebben een bus gaan we huren. En dan willen we met 50 man die mee willen, het gaat €50 per persoon kosten, gaan we naar Israël. Ik had Siegfried gevraagd om mij te helpen daarin. Brussel, wat zei ik? Israël. Oh, met de bus naar Israël. Voor €50 moeten we meer bussen gaan regelen. Ja. Maar Karel en Siegfried en ik zaten op een gegeven moment te praten over dat wat we wilden gaan doen. En we pakten het eerlijk gezegd nog niet zo. En ja, we zijn al een keer in Brussel geweest en zo. En opeens zag ik het, hoe belangrijk het is dat we gaan. Want het is niet alleen dat we daar zijn, maar dat het ook geestelijk betekenis heeft. Want wat gaan we doen? We gaan met de bus, lunchpakketje mee. Dan gaan we naar het Europees Parlement en dan gaan we naar de SGB. Die heeft daar samen met de ECPM, de European Christian Political Movement, hebben georganiseerd. En dat gaat over de vele gezichten van antisemitisme in Brussel of in Europa die er zijn. En daarna lopen we naar de overkant, gaan we naar de synagoge waar een rabbijn, Avitawiel, ik heb met hem gesproken en die gaat ons vertellen wat er momenteel in België aan de hand is met het antisemitisme. En ineens viel een kwartje bij mij, ik dacht ja, maar België is zo moeilijk om daar binnen te komen in de Joodse gemeenschap. Wij gaan nu als
als mensen, als verspieders gaan we als het ware gaan we naar binnen. En gaan we bidden dat God deuren gaat openen, zodat wij contacten gaan krijgen in de Joodse gemeenschap voor dat wat gaat komen. Want we weten allemaal, er gaat een moeilijke tijd komen en de Joden zullen moeten vluchten vanwege wat er, de dingen die gaan gebeuren. 30 maart. Dus ik hoop dat we de bus, en ik verwacht eigenlijk dat we de bus vol krijgen. In dit alles, en daar ben ik mee bezig, en dat houdt me dan zo mee bezig, en dan ben ik aan het bidden voor verdere zaken. En ik liep gistermorgen op het strand. En ik had alle tijd. Ik dacht, ik neem nou wat meer tijd. En ik ga op de fiets. En ik had een muts op de fiets. Die had ik eergisteren gekocht ergens. Voor een heel goedkoop prijsje. De wintermutsen zijn natuurlijk nou, niemand wil ze meer hebben. Ik dacht, die koop ik. En ik had hem op. En ik dacht, nou op het strand, ik doe hem af. En ik had een heel stuk gewandeld. Ik had gebeden. En ik dacht, nou ik ga naar de fiets. En ik pak mijn muts. En mijn muts was uit mijn zak gevallen. En ik dacht, nee, ik moet toch niet dat hele stuk weer terug om die muts. En ja, die muts, het is niet zoveel geld. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik heb hem net nieuw. Ook zo zonde, dat is een heerlijke muts. En ik liep terug en ik bad, o Heer, want de vloed kwam op. O Heer, laat die muts niet zometeen door het water meegenomen worden. En ja, het gaat nergens over, zou je zeggen, over die muts. Dat vond ik ook, maar ik vertel het toch. Maar fijn, ik loop naar het strand en ik zie in de verte zie ik ineens iets zwarts liggen. En ik denk, dat moet hem zijn. En ik loop verder en ik zie ineens dat de muts ligt hier. En ik zie hier een golf met water komen. En ik zie daar een golf met water komen. En ik begon te bidden. Ik zeg, Heer, leg uw hand om die muts heen, dat die niet zo meteen weg is. Ja, het slaat nergens op. Die muts kostte geloof ik 3 euro ex-BTW. Maar ik hoor ineens, haasje. En ik begin te rennen en ik pak de muts weg vlak voordat er een golf komt. En nou denk ik van, en ik denk, Jack, nou even er niks geestelijks van maken. Gewoon even nuchter blijven. Even nuchter blijven. Maar die stem, haasje, ging niet meer weg. Die ging niet meer weg. Ik heb gisteren mijn spreekbeurt voorbereid. En geworsteld ook daarmee. En ik lag gisteravond vroeg in bed en ik werd vannacht wakker. En ik had vannacht een ervaring die ik nog nooit in mijn leven heb gehad. En die ga ik toch delen. Ik werd wakker, klaar wakker. En ineens gebeurde er iets met me. Ineens werd ik meegenomen in een plaatje en ik zag van bovenaf vanuit de lucht zag ik een landingsbaan. Een grote landingsbaan en wat ik daarop zag leek net Maduro Dam. En ik zag allemaal mensen daarop staan. Die hele landingsbaan was vol met mensen. Ik zag demonstraties, ik zag rook, ik zag vuur. En direct wist ik, dit is de landingsbaan waar zometeen Yeshua zijn vliegtuig mee aankomt en gaat landen. En hij kan niet landen, omdat de landingsbaan zo vol is. En ik zag die chaos op die landingsbaan. En een landingsbaan hoort leeg te zijn. Anders kan een vliegtuig niet landen. En toen hoorde ik heel ver, hoorde ik het geluid van motoren. En ik wist dat vliegtuigen aankwamen om Israël te vernietigen uit het buitenland. Alles wat ik zag was aanwezig om Israël in chaos, de vijand in aantocht en de Messias die niet kon komen. En toen hoorde ik opnieuw, haasje. Daarna werd ik ineens meegenomen van boven naar beneden. En ik kwam op de landingsbaan en ik ging en ik zag dat het als het ware de maatschappij van Israël was. Ik zag Netanyahu van kantoor naar kantoor. Ik zag MP's, de members of Knesset, parlementsmembers, die aan het schreeuwen waren, de ruzie aan het maken waren, want die hadden geld nodig. En hij was overal bezig om brandjes te blussen. Iedereen eiste geld en hij was aan het vechten om eenheid te houden. De linkse partijen die schreeuwden en dreigden, de demonstraties, je zag de vlaggen met de regenboog. De haat die er is tegen de religie. Tegelijkertijd zag ik dat de legerleiding riep om meer geld. En riep om te waarschuwen, de vijand is in aantocht. Ik zag de Arabieren die aanslag pleegden. Maar ik zag ook groepen die gewoon hun eigen leven leidden. En zich nergens mee bemoeiden. En gewoon genoten van het leven. En terwijl ik dat allemaal zag, vroeg ik ineens. Ik ging weer terug naar boven. En ik vroeg, Heer,
Maar waar zijn eigenlijk de gelovigen, de Messiaanse gelovigen? Ik heb ze helemaal niet gezien. En toen ineens werd ik meegenomen en zag ik de plek klaar waar het vliegtuig zou komen te staan met een rode loper. En daar stonden alle Messiaanse gelovigen te wachten op de komst van de Messias. Ik snapte het niet. Ik snap het nog steeds niet. Maar dat is wat ik zag. En toen ik dat alle beeld zag, schrok ik. Want ik realiseerde me ook tegelijkertijd. Heere God, de vliegtuigen met de olie, de mensen die Alia maken, kunnen nou ook niet meer komen. Want die kunnen niet meer landen. En die stem, haasje. Die galm blijft maar bij me terugkomen. Haasje, haasje, haasje. Er is zo'n grote strijd om de wederkomst tegen te houden dat wij het niet in de gaten hebben. En ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat wij het onderwerp Israël wel aandacht geven, maar dat dat echt anders moet gaan. We moeten veel dieper, veel intenser en veel meer in de voorbeden in de strijd voor Israël opkomen. Want als je voor Israël opkomt, en ik weet het, Israël is een goddeloos land, er is verdeeldheid, er is van alles mis aan dat land als we kijken naar de abortussen. Maar God gaat met dat land aan de voet en hij wil van ons dat wij voor dit land gaan opstaan. En dat we gaan bidden. Ik verlang naar de wederkomst. Ik denk dat u dat ook allemaal doet. Ik geloof werkelijk dat wij die strijd en de voorbeden nu moeten ingaan. Het heeft allemaal te maken met de wederkomst. En ik hoop ook dat de avonden, de dinsdagavonden, ook meer mensen nu mee gaan doen met het gebed voor Israël. En dat we de 22e, ik wil dan de 22e hier en de 22e op 's avonds is de nieuwe maan. Want we hebben echt, ik heb met Lars heel lang ook gesproken en gebeden ook over welke datum, Heere God, wilt u doen? En hij zei, joh, zullen we niet het Esthervaste, wat morgen begint, gebruiken? Ik zei, nee, dat is echt te kort dag om dan mensen te bereiken. En hij zei, ja, maar het is wel mooi. Ik zei, ja, dat is wel mooi. Maar ik zeg, er is ook geen paniek bij God aan de andere kant, dat we niet nog even een paar weken kunnen wachten. Maar het is wel een hele ernstige situatie als je een beetje op de hoogte houdt. En dat is mijn boodschap. En ik geloof dat God ook die openbaring heeft gegeven om ons als beweging, als gemeente verder te leiden. Want wij zijn een unieke gemeente in Nederland. We zijn een unieke groep waarvan beseffen hoe belangrijk Israël is. En als wij het niet doen met die velen in Nederland, die ook achter Israël staan, wie bidt er dan voor Israël? Ik wil afsluiten met het gebed. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken dat u een sprekende God bent. Dat u een God bent die leiding geeft. Dat u een God bent die sturing geeft. Maar ik wil u ook om vergeving vragen, Heere God, dat we eigenlijk soms zo druk met ons leven bezig zijn. Met alles wat er gebeurt, Heer, in de politiek. Door de machtshebbers, Heer, die van alles bekokstoven achter onze rug of over ons heen. En dan zien we, Heer, dat volk Israël. Maar we hebben niet gestaan op de plaats waar u ons heeft geplaatst. Heer, u zoekt op wat weer voorbij gegaan is, Heer. En ik wil u vergeving vragen voor het feit dat ik niet en wij niet op onze post hebben gestaan. En we bidden dat u ons gaat leiden in de komende tijd, hoe we weer terug kunnen komen. Heere God, zoals er gesproken wordt over de hele wereld, over Den Haag, over ons als bidders, dat hier zulke bijzondere dingen gebeurd zijn. Heer, wilt u dat getuigenis weer terugbrengen? Dat als we met u gaan, dat u dingen gaat doen die wij niet voor mogelijk achten. Heer, want wij kunnen niets, wij zijn machteloos. Maar we weten uit uw woord, Heer, dat als u deuren gaat openen, niemand ze kan sluiten. En als u ze sluit, niemand ze kan openen. En zo wil ik u bidden dat u ons gaat leiden. Ik bid u voor eenheid in het kamp. Ik bid u voor eenheid in het legerkamp, Heer. Als het zo belangrijk is, Heer, dat we niet allemaal een eigen kant op gaan, maar dat we u volgen, dat u ons aanstuurt. Wilt u ons zo raken, Heer? En ik bid, Heilige Geest, dat u ons, als u ons daarvoor roept, dat u ons ook een last geeft, Heer. Dat die last ons niet zal verlaten, Heer, totdat u rust en vrede geeft. En we mogen weten dat u de overwinning geeft. Wilt u zo, Heilige Geest, ook met ons zijn en ons leiden. In Yeshua's naam. Amen. Een van de dingen die
Andrew Tucker tegen mij zei gisteren. Hij was in Houston, naar het Houston Prayer Breakfast geweest. Ik wilde daar ook heen. Alleen, ik mag Amerika niet in. Omdat ik niet gevaccineerd ben. Ik kon er niet bij zijn, maar hij was verbaasd over de vele mensen die hij was tegengekomen. Die spreken over wat wij hier in Den Haag hebben gedaan. Hoe het gebed zulke grote wonderen en tekenen heeft gedaan. Hoe wij als bidders daar hebben gestaan. En dat vind ik wel een bijzonder getuigenis. Maar dat getuigenis is voorbij. En we moeten vooruit kijken. We moeten gaan staan en vechten. Amen. Henk? Ja? Wat ik in het verhaal dat je net vertelde. Is dat een visioen? Nee, ik denk dat een visioen anders is. Ik zag het wel echt. En misschien was het wel een visioen. Ik weet niet hoe het moet noemen. Maar ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt vannacht. En voelt u daardoor zo'n soort profeet? Of moderne profeet? Ik weet niet wat ik ben. Dat laat ik een ander over. Ik ben gewoon Jack. Dus... Maar het is wel iets wat de Heer echt geeft. Ja. Ik vraag me af, moeten we daar zo direct ingrijpen? Is dit niet een kwestie voor de Heer, voor Jezus Christus? Ze weten wat ze doen. Ja, maar God werkt altijd samen met voorbidders. God werkt altijd door mensen heen. God gebruikt altijd mensen. Dat zie je in de hele Bijbel. Ja. En tuurlijk mag je vertrouwen hebben. Het is wel fijn om samen hier te staan, vind je niet? Het is, God kan alles. God heeft ons niet nodig. Maar hij wil met ons samenwerken. En dat hebben we gezien in de afgelopen jaren. God wil verlangen. Hij wil echt door ons gebruikt worden. Dat denk ik ook. Ja, het gebed, maar niet rechtstreeks ingrepen. Nee, ik praat over gebed. Ik praat niet dat we daarheen gaan en van alles gaan doen. Ik praat echt het geestelijke aspect, het gebed wat wij voor geroepen zijn. Ja, ja. Nee, ik zie mijzelf daar niet als een soldaat gaan vechten en zo. Dus dan stuur ik Henk vooruit. Dus, Ik ben een beetje overdonderd. Of hebben jullie dat niet? Ik denk dat we heel veel dingen hebben om nou van na te denken. Om ook voor te gaan bidden. Speciaal echt voor te gaan bidden, maar wat is ook mijn plek? Wat is onze plek in dit geheel? Hoe gaan we hier mee om? En ik denk dat het ook de voorbereidingen, 21 maart, 22 maart, 23, ja, om daar aan mee te gaan doen. Ik denk dat het van, we hebben Jack gehoord, we hebben gehoord wat God tegen hem gezegd heeft. Dat is van levensbelang bijna. Maar wij moeten ook ons aandeel daarin doen. En ik denk dat we allemaal daar goed over na moeten denken. Deze is niet een preek van nou, we hebben een preekje gehoord. Nee, dit is iets wat naklinkt. Tenminste, bij mij, na moet sudderen. Wat we moeten herkauwen. En wat wil God met mij? Niet alleen een preek voor Shamar als gemeente, maar God sprak tegen mij. En God sprak tegen Ari. En God sprak tegen, ja, dat is een heel persoonlijk, daar kunnen we niet omheen. Ik geloof ook dat Gods plan, ik geloof ook in dat Gods plan gaat gewoon door, hoe het er ook gaat. Gods plan gaat door en wat er ook gezegd is, het werkt allemaal mee aan de wederkomst van onze Heer Jezus. En het werkt allemaal mee aan het plan van God, dat we dat voor opstellen. En hoe het er ook gebeurt, wat er ook gebeurt... Dus een lied ter opwekking dacht ik van, als deze dingen geschieden, hef dan uw hoofd omhoog, want de verlossing gaat naar. Laten we dat vasthouden. Maar het is zeer ernstig en we hebben allemaal een aandeel erin. We kunnen ons daar niet aan onttrekken. En wat is het dan heerlijk dat we met elkaar terug kunnen vallen op Yeshua HaMashiach. Wat is het dan geweldig dat we terug kunnen vallen op zijn werk wat hij voor ons gedaan heeft. Hij is ook voor mij persoonlijk, hij is ook voor jullie allemaal persoonlijk aan het kruis gegaan. Ik heb misschien wel wat rare voorstellingen ervan, maar toen hij daar aan het kruis hing en hij stierf en hij riep uit, het is volbracht. Toen dacht hij ook aan Henk Bentveld en aan Gerrit-Jan Loor. Ik heb wel rare kronkels. Maar
ik geloof dat het zo is. En ook wat vanmorgen gebeurd is. En als we dan het avondmaal nemen, het brood en de wijn drinken, dat we dat heel persoonlijk voor onszelf willen gaan doen. We gaan zo, het avondmaal wordt zo uitgedeeld, de helpers. Dat is ook, de meeste helpers die er staan, die doen het voor de eerste keer. Dat is even wennen, dus dat moeten we ook leren. Ik heb het ook allemaal moeten leren, allemaal hier. Maar we gaan beginnen met een lied en dan ondertussen gaan jullie uitdelen. En dat is Heer, wat een... Nee. Hemelse Vader, door uw genade. Laten we dat met elkaar zingen als inleiding op het avondmaal. Vader, door uw genade mag ik u naderen dicht bij uw troon. Niet om mijn streven rechtvaardig te leven, maar door het offer van uw Zoon wordt mijn schuld weggedaan. Mag ik rein voor u staan? Dat mij vrij maakt, mag ik uw huis binnen gaan. Hemelse Vader, door uw genade mag ik u naderen dicht bij uw troon. Niet door mijn streven rechtvaardig te leven, maar door het offer van uw Zoon. Door het bloed van het land dat
is ook een tijd om eventjes na te denken, om naar jezelf te kijken, even stil te staan wat Yeshua voor ons gedaan heeft, maar ook wat wij hebben ontvangen door hem. En ik wil u lezen uit Romeinen 6, vers 1 tot 14. Ja, zo is het. Daar staat boven, gestorven aan de zonde. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Al weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en altijd en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Door Yeshua HaMashiach. Toen hij aan het kruis ging en toen hij zei, het is volbracht. Geweldig. Het is door Yeshua dat we vrijgekocht zijn uit de dood en vrijgekocht zijn uit de macht van Satan. Weet u, Yeshua heeft alles voor ons gegeven. Die heeft niets voor zichzelf daarin achtergehouden. Heeft alles wat hij had, heeft hij voor ons gegeven. Maar hoe is dat met ons? Hebben wij alles van onszelf ook aan hem gegeven? Hebben wij niets stiekem achtergehouden? En niets dingen, nou, dat zeggen we maar niet. Zijn er dingen in ons leven die misschien anders moeten? Zijn er misschien dingen die misschien zonden? Die we weg moeten doen, waar we vergeving moeten vragen. En misschien ook waar we hulp bij nodig hebben, waarvoor gebed nodig is. Misschien moeten we nog in orde maken met iemand anders. Misschien moeten jullie straks onder de maaltijd even iemand toelopen en zeggen van, sorry, het was niet goed. We moeten er even over praten. Kunnen we niet besluiten. Kunnen we niet doen. Want je moet vanmiddag een telefoontje plegen. Of moet je naar iemand toe gaan waarvan je denkt van ja, het is wel goed, maar ik heb toch mijn twijfels erover. Ga dan opnieuw naar diegene toe en praat erover. Maak het open, breek het open. Zodat je in vrijheid kunt leven. Misschien moet je wel de minste willen zijn. Dat iemand niet naar jou toe komt. Maar misschien moet je zelf wel je hoofd, de trotse hoofd buigen. Zeggen, ik ga naar jou toe. En dan wil ik je vergeving vragen voor mijn houding. Voor mijn leven, voor mijn, wat ik gedaan heb. Misschien moet je dat gewoon doen.
door Yeshua staat er niets meer tussen God en tussen ons. En laat er ook door Yeshua niets meer tussen ons zijn. We hebben de boodschap gehoord vanmorgen. En we kunnen alleen maar met een strijden, bidden. We kunnen alleen maar daar onze plek innemen wanneer we met iedereen in het reine zijn. Dank aan God en volle met zijn geest door ons heen werken. Laat een moment stil zijn en over nadenken. Dank u wel, Vader. We zijn vanmorgen begonnen deze dienst met te zeggen dat het een voorrecht is om in uw aanwezigheid te zijn, om in deze dienst te zijn. Heer, wat is het een voorrecht, Heer, dat we nu samen het brood mogen breken en de wijn mogen drinken als herinnering aan wat u gedaan hebt voor ons. Heer, dat u uw zoon hebt gegeven voor ons, omdat u van ons houdt. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel, Yeshua, dat u weggegaan bent, dat u gehoorzaam bent geweest. Heer, en zo zitten we hier nu voor uw troon. En we gaan straks eten en drinken, zoals u ons opgedragen heeft. Heer, en u kent onze harten, u weet met waar we mee zitten. U weet de dingen die misschien nu in herinnering komen, u weet ervan. En wilt u met ons uw weg gaan daarin? Hier wilt u ook in ons verdriet zijn, in ons heimwee, in ons alleen zijn, in ons ziek zijn, Heer. Er zijn veel zieken in de gemeente, veel ernstige zieken in de gemeente. Heer, en ook zegt uw woord dat we door de striemen van Yeshua, dat er ons genezing is geworden. Hier ook een moeilijk punt, Heer, genezing. Maar hier wilt u met uw heilige geest, met uw kracht in onze zieken komen. Maar ook in onze eenzaamheid, in onze zwakte. Dan zijn we sterk met u, Heer. Dank u wel, Vader, dat u ons het geeft. Dank u wel, Yeshua, dat we door u tot de Vader mogen komen. Dank u ook, Yeshua, dat we door u ook een deel zijn geworden van Israël, van uw volk. Dank u wel daarvoor, Vader. En zullen we dit straks, nou willen we nu gaan eten en drinken, Heer. Amen. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En nam een brood. En hij brak het. En zei, dit is mijn lichaam wat voor u gegeven wordt. En laten we het danken voor het brood. Dank u wel, Yeshua, voor uw leven dat u gegeven hebt voor ons. Omdat wij zouden leven. Dank u wel dat wij mogen weten dat wij met u zijn opgestaan uit de dood tot een nieuw leven met u. Dank u wel, Heer. Zullen we brood eten?
nam de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond. Het bloed van mijn nieuwe, van het nieuwe verbond. Het bloed dat voor u vergoten wordt. Door het bloed van Yeshua zijn onze zonden weggewassen. Zijn we schoon, zijn we rein. Kunnen we voor Gods troon verschijnen. Laten we dat drinken. Laten we heel goed beseffen wat hij voor ons gedaan heeft. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Zoon. Dank u wel, Heilige Geest. Voor deze momenten, voor deze ogenblikken. U hebt door ons gesproken in de prediking. En u hebt ook op dit moment door ons gesproken. Door het avondmaal heen. Heer, wil ons helpen om schoon schip te maken. Wil ons helpen om rein voor u te staan. En ons leven in overeenstemming te brengen met u. Dank u wel voor zoveel genade. We zegen u ervoor, Heer. Halleluja. Amen. Amen. Mag ik nog wat zeggen? Je mag wat zeggen, ja. Je hebt ook nog niks gezegd. Even een korte zakelijk. Dit is de laatste avondmaal tot aan de sedermaaltijd. Dus we doen niet 1 april, geloof ik, sabbat. We doen het op 5 april, dan hebben we seder en dan vieren we het avondmaal. We zijn momenteel bezig nog met prijzen, ik had gehoopt, maar zoals iedereen weet zijn de kosten gigantisch geworden. Dus we zijn bezig met de catering, maar ik hoop niet dat het een probleem wordt als het 20, 25 euro per persoon wordt voor de catering, voor de sedermaaltijd. Zijn er gezinnen met een heel aantal kinderen, dan kom je even bij me en dan praten we even en kijken of we een heel mooi prijsje kunnen maken. Want ik snap dat kinderen niet de volle prijs hoeven te betalen. Dus dat is, denk ik, dat ik even wilde zeggen. En voor de busreis, die wordt gesponsord ook nog. Dus ook wij als Pillar of Fire sponsoren, maar de ECPM sponsort ook. Dus we zijn 50 euro. Ook dat is absurd duur geworden. We hadden de busprijzen gekeken, die waren geloof ik bijna 60%, 70% duurder geworden. Dus alles is erg duur. Maar ik hoop dat we heel snel een volle bus hebben. Hij blijft een autohandelaar, hè? Hij maakt wel een prijsje. Heb je wat nodig van me? Nee hoor. Een prijsje. Goed, er zijn een paar mededelingen. Allereerst, volgende week Shabbat, 11 maart. Dan wordt het druk in Den Haag. Dan komen de boeren met 5000 trekkers naar Den Haag om te protesteren op het Zuiderpark. Nee, het Zuiderpark. Maar dat is het probleem namelijk, niet de boeren zijn het probleem. Maar er is ook een grote demonstratie op het Malieveld van een of andere milieuactivisten. En die gaan ook de A12 afzetten. Dus kijk naar het nieuws, houd daar rekening mee. Misschien met komt, misschien moet je een andere weg hebben. Maar al ga je een uur eerder naar huis, dan is de koffie ook wel klaar hier. Maar zorg dat je gewoon hier op tijd bent. Ik heb ook begrepen, het stond in de krant, maar dat kan volgens mij niet. Ben, jij bent hardlopen. CPC is altijd op zondag. En die staat nu vermeld. 12, dus je staat. Oké, okay, dan is die niet komende zaterdag, maar zondag. Dus houd er rekening mee. Dan is er donderdag 9 maart, dat is aanstaande donderdag, is er hier een speciale avond met Jennifer Guetta uit Israël. Zij is wetenschapper, ik dacht dat ze archeoloog was, kan dat? En ze heeft een geweldige boodschap. Dus dan is er nog geen demonstraties, dan kun je de vrije stad in, ook de vrije stad uit. Kom hier naartoe om dat te luisteren. Ik denk dat het een hele bijzondere avond wordt. Het wordt niet uitgezonden, niet verzonden, het wordt opgenomen en dat zul je het later terug kunnen, zodat jullie het later terug kunnen kijken. De avond begint een half uur eerder. Om 7:30. Dat betekent dat om 7:00 ook de koffie klaar is. Van harte aanbevolen. Zullen we afspreken dat we elkaar donderdagavond weer zien? Ja? Oké. Okay. Dan ga ik afsluiten en dan ga ik een zegen bidden voor de maaltijd.
En dan ga ik het mooiste doen van de hele dienst. Dan mag ik de zegen over jullie uitspreken. Dat is wel fantastisch om te doen. Nogmaals, Vader, we danken u. We prijzen u. We zijn dankbaar, Heer. We zijn blij dat we hier deze ochtend met u mochten beleven, deze dienst. Heer, en ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. Heer, en ook de komende week draag ik aan u op. Alle dingen die we gaan gebeuren. Heer, wilt u erbij zijn. U bent met ons in al deze dingen. Dat we ook zullen ervaren zo, Heer. In mooie dingen, in verdrietige dingen. In onze ziek zijn. Wilt u genezing geven, Heer. Wilt u met ons meegaan. En u gaat met ons mee. Dat vertrouwen we op. Heer, ik wil ook een zegen vragen voor de maaltijd straks. Heer, en dat het ons goed zal smaken. Ik wil ook danken voor degene die het allemaal meegenomen hebben hier naartoe, die het allemaal klaargemaakt hebben. Dank u wel, Vader, ook voor de keuken. Heer, waar bent u goed? Heer, u bent overvloedig, Heer. U geeft meer dan wij kunnen. Dank u wel daarvoor, Vader. En zo mogen we ook uw zegen ontvangen. En de Heer, die zegende u en hij behoede u. En de Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. En hij zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. Amen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Zonder